Ja, goedemorgen beste volgers van Atelier Tiefestineke. Dat is even weer geleden dat ik bij jullie was. Dus ik hoop dat jullie ook een beetje blij zijn dat ik een beetje weer ben. Want Tiefestineke was rete druk, dus vandaar dat ik er eventjes niet was. Waar was ik dan? Ik was in... Ik had een heleboel markten achter elkaar. Ik was in Doetinchem in de Achterhoek. En het weekend daarna was ik in Oud-Marsum. En dat is altijd een heel erg drukke markt, dat is 3 dagen. En ik zag dus even geen gelegenheid om tussendoor eventjes iets te schilderen en te vloggen. Want ik moest gewoon knetterhard sieraden maken. Dus dat heb ik gedaan. En ik heb het weekend Oud-Marsum achter de rug en het was weer grandioos. Wat een prachtige markt is dat. Dus ik moet nog een beetje bijtrekken. En dat bijtrekken ga ik doen middels dit schilderij. Ik heb hem al eventjes voorbewerkt. Want dit wordt mijn verhaal van Oud-Marsum. Ik heb een foldertjes en krantjes meegenomen. En we kregen daar natuurlijk ook van alles nog wat. Dus ik heb eventjes hier een beeld van Oud-Marsum opgeplakt. Dus een plattegrondje van de stad, een plattegrondje van de omgeving. Een foto van de stad zelf. Een impressie van hoe het er in de stad uitziet. Een stukje over de kunstmarkt. Nou ja, van alles. En wat er straks van over is, dat weten we dus nog niet. Ik heb het erin geplakt met Heavy Gel Medium van Amsterdam, van Talens. Dat heb ik gisteren al even gedaan, want het moet heel goed drogen. Wat daar een goede tip voor is, is als ik die stukjes uitgescheurd heb, dan maak ik ze eerst helemaal nat. Dus ik heb ze even in een bakje met water gedaan. Laat ik het even een paar minuutjes intrekken. Dan haal ik het eruit. Dep ik het wel even droog, want anders is het echt te nat. Dep ik het even een beetje droog. En dan smeer ik eerst het canvas zelf in met de Heavy Gel Medium. Dan plak ik het stukje erop wat ik erop wil hebben. En daar ga ik dan nog een keer met die Heavy Gel Medium weer overheen. Dus dit is helemaal bedekt met de Heavy Gel Medium. En dit is echt goed gehecht. Dan kun je er ook niet meer afkrabben. Dit is het echt, als je dit goed geplakt hebt en goed ingesmeerd hebt, dan gaat het goed. En dan wordt het dus ook zo mooi strak als dit. Dus het zit er echt rimpeloos op. Dus dit is een mooie basis voor een nieuw begin van een canvas. Wat ga ik nog meer doen aankomende tijd? Want ik denk dat ik misschien straks wel weer geen tijd heb om te vloggen. Dus er is even eentje tussendoor. Maar gelukkig had ik het losgelaten om per se elke week te doen. Want ik red het gewoon in de zomer niet. Want... Ik maak me nu alweer op voor de kunstmarkt Artibos. Dat is in Den Bosch. En daar sta ik op de parade. Prachtig mooi is dat voor de Sint-Jan op het plein. Echt beautiful. Artibos kunstmarkt. Ook, ik denk, hoeveel kunstenaars zullen daar staan? Oh ja, meer dan 100, denk ik. Daar sta ik dus weer met mijn sieraden. Dus mocht je in Brabant wonen of misschien even naar Brabant toe willen gaan... Wees welkom en kom even bij mij kijken op de markt. En daar heb ik altijd een heleboel sieraden bij me. Meer als ik in mijn atelier hier heb staan uitgestald. Want ik heb hier qua uitstallingsruimte iets minder ruimte als op een marktraam. Mensen denken wel eens, ja, als ik dan bij jou het atelier kom, zie ik veel meer. Nou, ik heb hier, natuurlijk heb ik alles in huis, maar ik heb niet alles zo uitgestald staan. Dat is het. En op de kunstmarkt heb ik altijd een 4 meter kraam. En die staat helemaal vol met allemaal leuke dingen. En ik heb ook altijd een heleboel voorraad bij me. Dus mocht je willen komen, heb je bepaalde wensen, kun je me het ook nog even laten weten. Dus als je me een berichtje stuurt en zegt van, oh joh, ik zoek iets in die en die kleur en dat model. Dan zorg ik er even voor. En als je speciale wensen hebt, kun je het aan me doorgeven. Neem ik het mee. Dus wil je even iets laten maken door mij. Dan is dat ook nog steeds geheel vrijblijvend. Want ik maak iets voor je en dan neem ik het mee naar de markt. En dan kun je zien hoe het geworden is. Kun je het even passen, kun je de kleur even goed zien. En als het je bevalt, dan mag je het natuurlijk kopen. En zeg je, nou, het valt me toch tegen. Ik vind helemaal niks. Dat kan natuurlijk ook. Dan ben je niet verplicht het af te nemen. Dan verkoop ik het gewoon op de markt weer. Zo doe ik dat meestal. Maar meestal vinden de mensen het wel oké wat ik gemaakt heb. Want uiteraard heb ik dan al via WhatsApp even een fotootje laten zien hoe het geworden is. En heb je al even een beetje kunnen spieken hoe het eruit ziet.
Dus zo werk ik altijd. Ik werk meestal, als ik een opdrachtje krijg, doe ik het zo dat ik via WhatsApp of via de mail even een fotootje stuur van hoe het werk eruit ziet. Kan het nog steeds meestal wel iets veranderen. En dan ga ik door totdat je tevreden bent of ik stop ermee en dan verkoop ik het op de markt inderdaad weer. Goed, wil je meer van me weten? Wil je zien waar ik nog meer sta? Even uit mijn hoofd kan ik je wel zeggen dat ik 7 september in Badmen sta. Dat is niet zo'n groot dorp, dat is een klein dorp, maar best een gerenommeerde kunstmarkt daar. Ook bijna 100 kunstenaars. Ik dacht iets van 80 of zo. Klein dorpje bij Deventer ligt het. Een prachtige, ook echt een oudere kunstmarkt. En er staan echt altijd geweldige kunstenaars ook. Dus woon je in de buurt van Deventer, daar ben ik dus op 7 september. En dan ga ik weer naar het Groningse op 15 september. Dan ben ik in Slochteren bij landgoed Vrijlemaborg. Prachtig daar om sowieso even te kijken en te wandelen, want er ligt ook een heel mooi bos bij. En het landgoed, het huis zelf kun je ook bezichtigen, dus echt prachtig. En daarvoor bij de Oprijlaan, daar is ook een prachtige kunstmarkt. Sta ik ook al inmiddels al jaren. Dus Grunningers, ik ben in Slochteren op zondag 15 september. Dus zoek me daarop als je daar in de buurt bent. En wil je weten waar het nog meer staat dit jaar? Ik ga nog door tot eind oktober. Kijk even op mijn website www.ateliertypischtineke.nl. Daar vind je een kopje kunstmarkten en dan kun je zien waar ik geweest ben en waar ik nog naartoe ga. Dus vind je dat leuk om te zien, dan of wil je misschien meer nieuwsgierig, dan kun je even zien waar ik ben. Goed, ik heb op mijn pallet gedaan wat groen, wat oranje, wat zalmkleur, beetje blauwgroen, nou ja, roze. We gaan zien wat het wordt. Het wordt weer een geheel intuïtief schilderij. Zoals ik altijd werk, zonder plan, behalve dan dat ik er al iets in heb geplakt over de Oudmarsum. Dus daar haal ik mijn inspiratie een beetje uit. En het is ook zo, het zit niet echt een onder- of bovenkant aan. Dus je kunt het schilderij straks ook weer draaien als het goed is. Ik weet eigenlijk niet of dat zo blijft. Soms ontstaat er wel iets in dat er wel degelijk een onder- of bovenkant aan komt. We gaan het zien. Maar ik heb dus geen plan. Ik heb klaargezet mijn acryl, alles is op acrylbasis. Mijn verf heb ik klaarstaan. De inkten, de golden verf, de sprays. Wat heb ik nog meer? Spuitbussen klaarstaan. Ik weet nog niet of ik ze ga gebruiken, maar het, kijk wel even hoe het opkomt. Ik heb de sponsjes klaarstaan. Ik heb kwasten, palletmes. Oh ja, stiften heb ik nog klaarstaan. Alles met op acrylbasis. En nou ja, we gaan zien wat wordt. We gaan zien wat wordt. Nou, geniet van het filmpje. Ik kom nog wel even terug met een afterpraatje. En ik heb natuurlijk een geweldig afterfilmpje over de kunstmarkt in Oud-Marsum. Die mag je ook niet missen natuurlijk. Die moet je ook even bekijken. Dan heb je een beetje gevoel van de sfeer. Hoe het daar was. En hoe leuk het daar was ook vooral. En druk. Druk. Het was heel druk. Goed. Ik ga starten. Ik zie jullie straks weer. Tot zo. Thank you.
Zo mensen, het afterpraatje. Nou, het schilderij is af. Het is mijn gevoel van hoe ik het afgelopen weekend in Ommarsum heb beleefd. Daar zit het plattegrondje in en de zonsondergang. De prachtige fietstocht die we gemaakt hebben. Want dan denk je dat je best wel veel gezien hebt. Want ik sta er al een aantal jaren. En dan toch kom je weer op plekjes waarvan je denkt, oh, wauw. Wat kun je daar prachtig fietsen en wandelen. Echt waanzinnig. En het was ons afscheid van erve Geerdink. Bij Henk en Ineke, daar stonden we altijd op de camping. En ik hoop dat we een nieuw plekje gaan vinden wat net zo mooi is. Dat kan bijna niet, want ze zaten boven op de, Kuiperberg. Een piepklein campingje, een SVR'tje. Een echte boerencamping, maar ze gaan ermee stoppen. Heel jammer, maar het is zo. En dat is onze. Ik had altijd het gevoel als daar de berg omhoog reed met de caravan, het is een beetje thuiskomen. Want ze waren altijd zo lief. Ze hielden altijd een plekje voor ons vast. En pas in mei, als we dan hoorden of we wel of niet door de ballotagecommissie waren gekomen, dan gaf ik even een belletje van ik ben er wel of ik ben er niet. Maar ze hielden gewoon een plekje vast. Super lief. Wie doet dat nog, jongens? Dus Ootmarsum, ik heb het magazine nog even bij de hand. Zo geef het een prachtige mooie glossy uit voor de kunstmarkt. Echt, en het was mijn thema dit jaar. Want het thema was duurzaamheid. Wat was het nou? Ja, kunst in duurzaamheid. Het is altijd een spiegelbeeld omdat ik in de selfie-stand zit. Maar kunst in duurzaamheid. Nou, ik zit natuurlijk, werk mijn sieraden zijn gemaakt van gerecyclede kunststof. Dus ik paste compleet in het thema. En ik heb ook zitten maken daar dit jaar. Dus ik heb best wel veel sieraden gemaakt van voor mensen waar ze bij stonden. En misschien wel voor een van jullie. Want ik heb ook diverse volgers wel even gezien en ontmoet. En een babbeltje meegemaakt. En het is sowieso altijd heel erg leuk dat je weer zoveel collega-kunstenaars ook tegenkomt. En toen was er zondagmiddag, aan het einde van de middag, een mevrouw. En heel veel mensen vragen even aan de kraam. Goh, waar kom je vandaan? Waar woon je eigenlijk? En dan zeg ik altijd in Elp. Nou, de meeste mensen hebben dus iets. Elp, Elp, Help. Waar ligt Elp? Maar deze mevrouw zegt, oh, het Elp. Nou, zegt ze, er is nog een kunstenaar uit Elp. Ik denk, nog een kunstenaar uit Elp? Zo'n klein dorpje, jongens, Elp. 300 inwoners of zo, dus hoe kan het zijn? Maar, het was inderdaad waar. Ik heb even zijn visitekaartje hier bij me. Dit is het visitekaartje van Roy Greven. En Roy stond in een pagodentent op de markt. En die maakt dus echt waanzinnige portretkoppen. En die woont hier ook gewoon in Elp. Dus ik ben er nog even heen gelopen, even een handje geschud. Want ja, ik woon hier nog niet zo super lang, hè? Dus ik ken nog niet iedereen. Maar Roy had ik nog niet inderdaad in levende lijve ontmoet. En zijn vrouw ook nog niet. Dus ik ben er even heen gelopen. Ik heb me even voorgesteld. Het is natuurlijk heel grappig dat er twee mensen op zo'n kunstmarkt zijn in Ootmarsum. Die allebei uit zo'n klein dorpje komen. Dus we hebben afgesproken een kopje koffie bij elkaar te gaan drinken. En elkaar even op te gaan zoeken. Want hoe bijzonder is dat? Nou, Roy maakt prachtig werk. Dus ik heb zijn koppen daar gezien. En ze staan er trouwens op mijn filmpje. Dus je ziet hem even voorbij komen. Toen wist ik dat nog niet trouwens, toen ik dat filmde. Dus dat is wel grappig. Maar waanzinnige mooie koppen maakt hij van bekende mensen. Van Rembrandt. Nou ja, dit is van Prins Klaus. Maar hij maakt waanzinnige grote beeldhouwwerken. Hij kleidt dat. En dan kan het ook nog gegoten worden in brons. Prachtig. Prachtig, Roy. Goed, nou, ik kan nog even nagenieten van mijn dagen in Ootmarsum. En dit schilderij is daar een herinnering aan. Dat is ook leuk voor mezelf. Dan heb ik altijd nog een leuke herinnering aan hoe fijn het er altijd is. En hoe bijzonder het altijd is. Nou, ik ga afsluiten. Ik heb verder voor de rest niet veel te melden, denk ik. Dus ik zie jullie heel graag weer bij de volgende vlog. Geef me even een duimpje. Neem een abonnementje. Het is gratis. Het kost niks. Als je al abonnee bent, moet je even goed kijken. Als je al abonnee bent en je drukt weer op de abonneeknop, dan ben je me dus kwijt. Dus dat moet je even niet doen. Maar beveel me ook aan bij vrienden en kennissen die je hebt, die misschien ook geïnteresseerd zijn in kunstzinnige dingetjes. Het is dus altijd een combinatie van een schilderijtje die ik maak met een bijpassend sieradensetje. Die ga ik dus straks maken. Dus ik ga straks een bijpassende sieradenset maken. En die maak ik misschien wel van een van mijn nieuwe ontwerpen. Want ik heb weer
wat nieuws bedacht. Dat had ik speciaal voor Oud-Marsum gedaan. Superleuk ontwerp. Dus ik ga straks daar een mooi sieradensetje bij maken. Die er helemaal in de kleuren bij past. En de vorm. En dat vind ik altijd heel leuk om te doen. Want door mijn eigen schilderijen kom ik dus ook op nieuwe inspiratie voor een mooie kleurencombinatie of zo. Dus dat is eigenlijk ook wel ook leuk voor mezelf, dat ik mezelf inspireer door middel van het schilderij om daar weer nieuwe dingen mee te doen. Goed, dit was echt het laatste. Ik zeg dag. Zoek me even op www.ateliertypetineke.nl. Daaronder vind je nog een, als je op mijn website staat, helemaal onderaan, een balk met allemaal social media. Kun je naar mijn Facebook, kun je naar mijn Instagram, kun je naar mijn Pinterest. Kun je dus even snuffelen wat ik nog meer doe. Als je het leuk vindt, geheel vrijblijvend. En ik zie jullie heel graag weer bij de volgende vlog. Dag hoor! Vandaag kunst in Oud-Marsum. Het is vandaag dag 2. Het is zaterdag 24 augustus. En ik neem jullie heel graag even mee op deze prachtige, bijzondere kunstmarkt. Waar ik zelf natuurlijk met mijn sieraden ook mag staan. Dus geniet met me mee. Wandel mee door de prachtige Oud-Marsum. En gewoon even genieten. Ja.
Oh, zo, ja. Oh ja. En door.
Hoi. Beter dan gisteren? Met Georgette. Thank you.
Thank you.